Vrij als een vogeltje, hoewel. Een vogeltje heeft geen parachute nodig voor het laatste stukje. Maar goed, niet alleen Skydriver voelt een val uit met luchtweerstand. Er zijn veel meer zaken die je last van hebben. Let maar op. We gaan eerst even terug naar de oude examenopgave. Zodra de snelheid constant is, is de resulterende kracht nul. Dus dan is de luchtwrijving even groot als de zwaartekracht. Maar luchtweerstand is afhankelijk van snelheid. En dus is die nog niet aanwezig op het moment dat de val begint. We bekijken even eerst iets anders dan de skydriver. Een mok koffie is wat veiliger om mee te experimenteren. Wel opletten dat niemand op straat de mok op zijn hoofd krijgt. Bij de start is er maar één kracht aanwezig, de zwaartekracht. Dat is dan ook de oorzaak van een val. Laat de mok vallen en let goed op wat er gebeurt. Omdat de snelheid toeneemt, komt de luchtwrijving bij. En die neemt toe als de snelheid toeneemt, tot de luchtweerstand even groot is als de zwaartekracht zelf. Nog een keer, maar dit keer bekijken we ook de resulterende kracht op de mok. Dat is het verschil tussen een zwaartekracht en een wrijvingskracht. Maar omdat de wrijving in het begin nog niet aanwezig is, is de resulterende kracht in het begin gelijk aan de zwaartekracht. En als we het over de resulterende kracht hebben, dan kan ook de versnelling worden bekeken. Immers, met de tweede wet van Newton is die te berekenen, F gedeeld door M. Bij de start zal die gelijk wezen aan 9,81 meter per seconde kwadraat, want zonder wrijving is het een gewone valbeweging en alles valt hier op aarde met een valversnelling van 9,81 meter per seconde kwadraat. We gaan weer van start. Let goed op wat er gebeurt met de resulterende kracht en met de versnelling. Je ziet dat door de toenemende wrijving de resulterende kracht kleiner wordt en de versnelling dus ook. Op het moment dat de wrijving gelijk is aan de zwaartekracht, is de resulterende kracht nul en is ook de versnelling nul. Dus dan zal de snelheid constant zijn. Die snelheid, die gaan we nog eventjes checken. Let op, want we gaan meteen van start. De snelheid neemt in het begin snel toe, maar zal steeds minder snel toenemen totdat het een constante waarde houdt. En dat is op het moment dat de wrijving gelijk is aan de zwaartekracht. Om het af te leren nog een keer, maar we doen er nu een mooie grafiek bij. Een grafiek waar de snelheid in de gaten wordt gehouden. Let weer op. Oké, heb je bekeken? We doen het nog een keer en let dan op wanneer de grafiek mooi wordt. En nu gaat je horen staan. In een grafiek is de eindsnelheid af te lezen. Namelijk, het is gelijk aan het horizontale deel van de grafiek. Immers, daar verandert de snelheid niet meer. Verder kan de raaklijn in de oorsprong worden getekend. De steilheid in een VT-diagram is gelijk aan de versnelling. Dus de steilheid van de raaklijn is hier gelijk aan 9,81. Halverwege is de raaklijn een stuk platter. Immers, de versnelling wordt kleiner. En ook de steilheid dus. In dit geval is de steilheid 1, betekent dat op dat moment de versnelling ook 1 is. En op het eind is de raaklijn horizontaal. De steilheid is 0, wat inderdaad overeenkomt met een versnelling die op het eind ook 0 is. Iedere keer een koffiemok breken is te kostbaar. Dus hier gaan we iets op vinden. Let maar op wat er gebeurt. Het begin
is gelijk aan de voorgaande situatie, maar op het moment dat de mok in het water komt, krijgt plotseling een enorme grote wrijving te verduren. Dit heeft invloed op de resulterende kracht en op de versnelling en op de snelheid. Het resultaat is in ieder geval dat de mok met een veilige snelheid naar beneden komt. We gaan het nog eens bekijken. Tegelijk wordt de resulterende kracht weergegeven en ook zie je een extra grafiek waarin de wrijvingskracht kan worden bekeken die vergeleken wordt met de zwaartekracht. Let op wat er gebeurt als een mok het water raakt. Let goed op. Je ziet, op het moment dat het water wordt geraakt, krijgt de wrijving plotseling een piek omhoog. Doordat hierdoor de snelheid ook sterk wordt verminderd, zal de wrijvingskracht daarna ook weer afnemen tot deze weer gelijk is aan de zwaartekracht. En deze hele situatie kom je ook tegen bij de parachutist. Hij raakt niet het water, maar wordt plotseling afgeremd door de uitklappende parachute. Ten slotte de huiskamervraag. Neem het over en beantwoord wat er met de zandzak gebeurt.